Hoe maak je een robotspin zo geavanceerd dat hij zelfs een danswedstrijd met gemak kan winnen? Hoe ontwikkel je een smart spider waarvoor zelfs een hindernisbaan geen obstakel vormt? Vandaag liet een tweedejaarsstudenten van NHL hun zelfgebouwde mechanische robotspinnen de strijd met elkaar aangaan tijdens de jaarlijkse Spider Day. Hiermee sluit de hogeschool aan bij een wereldwijde ontwikkeling waarbij studenten smart spiders ontwerpen en bouwen. De slimme mechanische insecten zijn uitgerust met tientallen motoren, diverse sensoren, camera's en geavanceerde software. Wat is Spider Day precies voor evenement? De Spider Day, dat is een evenement. Aan het einde van de tweede periode voor drie opleidingen worden die drie opleidingen dus eigenlijk bij elkaar gezet in grote groepen waarbij ze robotspinnen moeten maken die aan het einde van de periode dus in een wedstrijdje tegen elkaar op moeten nemen. Welke opleidingen doen er allemaal mee? De opleidingen informatica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Op wat voor gebied gaan de slimme robots met elkaar de strijd aan? In verschillende gebieden. Allereerst, alle robots worden aangestuurd met een controller. Dus dan is het een kwestie van gewoon het bewegen. Dus hoe de poten zich neer moeten zetten. Ik bedoel, die beesten hebben 6 poten. Dus daar zit wel wat lastige dingetjes in die eruit moeten. Ze moeten hellingen op kunnen, ze moeten heel snel kunnen. En daarnaast zijn er ook nog vision elementen. Ze moeten camerabeelden kunnen registreren. En dan afhankelijk van die camerabeelden bepaalde dingen doen. Zoals nou ja, een lijn volgen of een ei oppakken. Waar worden deze robots in de praktijk vooral voor gebruikt? Voor zover ik weet is het voornamelijk echt een leerdoel voor de drie verschillende opleidingen. Dus de oude robots die worden bijvoorbeeld hier nog in vitrines uitgestald. Dus het is niet zo dat ze later de wijde wereld inkomen voor industriedoeleinden. Maar het zijn echt je leert er een heleboel van aan alle kanten. Wat is precies het doel van het evenement, van Spider Day? Sowieso, zoals ik zei, er is een heleboel om te leren met poten, met vision, alles van alles. Maar ook de samenwerking tussen de drie verschillende opleidingen is heel belangrijk. Voor die tijd hebben we eigenlijk nooit contact gehad met die andere opleidingen. Het is een wedstrijd. Is er ook een bepaalde prijs voor de winnaar? Ja, we hebben een hele mooie trofee en natuurlijk de eeuwige roem. Met Spider Day richt NHL Hogeschool zich op de toekomst. De school streeft ernaar om studenten op een moderne manier te laten leren om zo innovatieve producten te kunnen ontwikkelen. Robottechnologie is toepasbaar in gebieden waar lopen beter werkt dan rijden of rollen.